Hey, jij daar. Ja, jij. Heb jij behoefte aan een strakker lijf, meer geld, een betere gezondheid, minder geruzie of keurige kinderen? Wil jij gewoonweg gelukkig zijn, maar je weet niet hoe? Of mis je de motivatie? Geen nood, want er zijn kasten volgeschreven met adviezen voor zo'n beetje alle kleine en grote problemen des levens. Welkom in de wondere wereld van het zelfhulpboek. Het lezen van een goede zelfhelper kan een beetje zijn als vrijblijvend neerploffen op de sofa van de therapeut, aankloppen bij een bevlogen boekhouder of diëtist, of het inschakelen van je eigen personal lifestyle coach. Zelfhulpboeken bieden vaak eenvoudige oplossingen voor ingewikkelde problemen, al dan niet in de vorm van hapklare lijstjes. Soms vol inzicht en met finesse, iets vaker met een potsierlijke opeenstapeling van clichés en onrealistische beloften. Gegarandeerd succes in 10 simpele stappen. Makkelijk en snel. Juist de schreeuwerige roep doet de boeken vallen het meest op. En dat doet de naam van het genre bepaald geen goed. Maar er is een ander manco dat misschien wel veel meer zelfhulpboeken met elkaar gemeen hebben. Namelijk het aanmoedigen van een ongezonde zelfobsessie. Jouw glanzende carrière, jouw slanke kont, jouw goed gevulde portemonnee en jouw spirituele ware innerlijke zelf. Dat is waar het om gaat. Omdat je het waard bent. Op het eerste gezicht lijkt het wel alsof alle zelfhulpboeken zich hier in min of meerdere mate schuldig gaan maken. Je zou kunnen argumenteren dat een flinke snuf egocentrisme er nou eenmaal bij hoort. Om je problemen dapper onder ogen te zien en het hoofd te bieden, moet je toch eerst lang en geconcentreerd in de spreekwoordelijke spiegel van je eigen ziel turen. Maar schijn bedriegt, want op de schappen van bibliotheek en boekenhandel liggen ook genoeg werken die het wel degelijk over een stuk gezelligere boeken weten te gooien. Die gaan bijvoorbeeld over het redden van relaties, over onhandelbare kinderen opvoeden tot brave burgers, of over collegiaal samenwerken zonder ellebogenwerk of rattenrace. De insteek is ook hier zelfverwerkelijking, maar dan van het soort waarbij andere mensen meer kunnen zijn dan louter obstakel of kruiwagen voor de eigen doelen. Ik, een opmerkelijk levendig stuk lectuur uit de boekenkast van overpsychologie.nl, jouw favoriete webmagazine, pluis dat graag nader voor je uit. Kom met me mee! Een zelfhelper is een boek geschreven met de intentie om de lezer te helpen bij het oplossen of verzachten van persoonlijke problemen, zonder tussenkomst van anderen. Zelfhulp als genre is zeker niet nieuw. Het werd effectief geboren in 1859 met de publicatie van Self-Help van Samuel Smiles. Een Schotsman met een even vrolijke naam als woeste bakkenbaarden. Er zijn wel meer klassiekers uit vervlogen tijden die ook tegenwoordig nog gretig gelezen worden. Denk aan How to Win Friends and Influence People van Dale Carnegie uit 1936 of Think and Grow Rich van Napoleon Hill uit 1937. Pak een beet, 1 op de 10 alfabeten koopt wel eens een zelfhulpboek. Dat is zeker niet niks, zeker gezien de concurrerende lokroep van romans en spannende fictie. Als we alle beschikbare top 100 verkoopcijfers van 1997 tot en met 2016 op een grote hoop gooien en netjes sorteren, dan valt daaruit een smeuïge top 10 van populaire zelfhulpauteurs te destilleren. Dit zijn ze. 10. John Gray, Mannen komen van Mars, Vrouw van Venus. 9. Alan Carr, Stoppen met roken. 8. Ben Tichelaar, Denken, Durven, Doen. 7. Chris Verburg, De voedselstandloper. 6. Char Margolis, Char, Het Medium. 5. Frank van Berkum, Gezond slank met Dr. Frank. 4. Bertolt Gunster, Ja maar, Omdenken. 3. Rhonda Byrne, The Secret. 2. Michel Montagnac, Ik ben slank wat ik eet. 1. Sonja Bakker, Bereik en behoud je ideale gewicht. Ziedaar, de ongekroonde koningin van het moderne Nederlandse zelfhulpboek is Sonja Bakker. Zij is goed voor meer dan 2,5 miljoen verkochte exemplaren in 10 jaar tijd. Op de tweede positie schittert Michel Montagnac, de man die slank worden en blijven graag combineerde met het verorberen van ganzenlevers en andere Franse delicatessen. De overige topauteurs volgen dit duo op een gepaste afstand. Maar liefst 4 van de 10 topauteurs op ons lijstje verkondigen een dieet. Blijkbaar is de diepste wens van de boekenkopers toch vooral om kilo's kwijt te knallen. Hetzij ter bevordering van de gezondheid, hetzij om er in bikini of ademskostuum wat glamoureuzer uit te zien. Dit is het uitgelezen moment om dieper te duiken in de catalogie van de bibliotheek en enkele grote boekenwinkels. Via het wereldwijde web sprokkelden we met ruim 130 zoekopdrachten en een portie pijn en moeite een pittige boekenlijst bij elkaar. Deze bevat in totaal een kleine 13.000 unieke Nederlandstalige titels. Al deze boeken hebben we gebrandmerkt als egocentrisch, prosociaal of neutraal. Van alle boeken beschikken we over de titel, subtitel en een beschrijving. Bij elk boek turven we hoeveel woorden die wij associëren met egocentrisme voorkomen in de titels en in de beschrijving. En idem dito voor prosociaal taalgebruik. Het eindresultaat van deze hele exercitie is het volgende, toch wel licht onthutsende plaatje.
In 1998, een kleine 20 jaar terug, kwamen er ongeveer evenveel egocentrisch als pro-sociaal getinte zelfhulpboeken uit. Een kwart van de verse zelfhelpers toen was ego en een kwart was pro-so. Sindsdien is het aandeel van ego-boeken langzaam maar zeker verdubbeld. En het pro-so-gehalte sluipenderwijze gehalveerd. In 2016 kwalificeert ruim de helft van de nieuwe zelfhulpboeken volgens deze meetlat als egocentrisch. En nog maar 1 op de 8 boeken als pro-sociaal. Alle beschikbare boekbeschrijvingen samen bestrijken het hele spectrum van ego tot pro-so. Van tenenkrommend zelfgeobsedeerd, via mild individualistisch en redelijk sociaal, tot utopisch filantropisch. Zo vinden we 1 van de allerhoogste ego-scores bij het boek De Vetfluisteraar. Als je dit boek uit hebt, weet jij hoe je vage hormonale klachten kunt laten verdwijnen. Hoe je zelf je libido met een knal wakker maakt. En je beschikt weer over zoveel energie dat je vol gas kunt genieten van alles en iedereen om je heen. Dat zijn nog eens beloftes. Daartegenover staat een boek als Een Liefdevolle Relatie. Een liefdevolle relatie is in harmonie zijn met de ander. Er zijn voor jezelf en de ander liefde kunnen delen. Duidelijk een hele andere teneur. Misschien zelfs een tikkeltje klef. Het heeft er alles van weg dat zelfhulpboeken door de jaren heen steeds fanatieker het evangelie van het ego zijn gaan prediken. En de ontwikkelingen in zelfhulpland denderen voort. Nu is het doen van voorspellingen lastig, zeker als het om de toekomst gaat. Toch zou het mij weinig verbazen als de huidige trend voorlopig voortzet en het aandeel ego-boeken ook de komende jaren lustig door blijft groeien. De toekomst van het zelfhulpboek ziet er zo bekeken niet al te rooskleurig uit. Maar wacht eens even, zo denk jij nu misschien. Is het eigenlijk überhaupt wel zo'n kwalijke zaak dat boeken weifelende lezers direct aanspreken en hen inspireren om de regie over het leven eindelijk weer in eigen hand te nemen? Wat is er eigenlijk nu precies op tegen als iedereen een ferme killerbody kweekt, faalangst en minderwaardigheidscomplex triomfantelijk overboord keepert, die felbegeerde droombaan binnensleept, een privéfortuin vergaart en het eigen innerlijke ik liefdevol omarmt? Om de wereld te verbeteren begin je toch het beste bij jezelf? Tja, goede vraag. Hier kan ik zelf veel van vinden, maar geen grondig gefundeerde uitspraak over doen. Eigenlijk is er maar 1 iemand die vraag adequaat kan beantwoorden. Jijzelf. Ja, jij. Want jij bent de meester van je eigen lotsbestemming. Waar je ook staat in het leven en hoe je ook bent, het is nooit te laat om van je leven een succes te maken. Jazeker. Niemand anders dan jijzelf bepaalt de kwaliteit van je leven. Tjaka!